Jongen, jongen, dat moet wel even snel gebeuren. Nee, hij is maar aan. Hoi, hoi, hoi. Goeie, ja. Ja. Jongen. Wat een muntwedstrijd, hè? Dit is me niet waar, hè? Dit jongen weer 8 nieuwe spullen zijn er terug. Wat is achter, Hans? Ja, van die achter, ja. Oh. Dit is nog niet waar, maar wat dan? Vind je waar? Kijk dat je maar een paar meer bent. Maar de resultaat liep dan wel goed. Maar ik snap het zo ook niet, heb je waar dan? In plaats van dat ze nu ons gewoon is vraag van de kenners. De kenners van kenners? De voetbal. Kenners? Wat bedoel je met kenners? Waar dan? Weet je over dat? Hoe lustig, die snor heb 40 jaar aan de linnen bij de zwaan. En ik heb in de zwaan in de zand. Dat is wel, ja. Maar dan ben je toch zo weinig aan wat kenner, of niet? Ja, dat ben je onderhand wat kenner, ja. Maar weet je wat het is? Nee, dat zouden we die munnen van die jonge gasten halen. Ja, dat klopt. Ja, dat klopt, ja. Maar hoe het over dat technische gebeurde, hoor. Bij de jeugd kun je er ook wat van, hè? Wat dan, joh? Heb je dat niet gehoord bij de jeugd? Ik heb er niks van gehoord. Waarom niet, hè? Nee. Ach, joh, echt, jongens, weer heel apart, joh. Dat gebeurt in de jeugd. Ja, dat kun je ook. Dat gaat zelfs zo goed bij de jeugd, dat ze spullen goed zetten naar andere verenigingen in de regio. Ja, echt, hoor. Bijvoorbeeld een paar bij ASV en... Ja, echt, hoor. Ja, echt, hoor. Dat bent, ja. Dat bent, echt... Ja, ASV? Ja, echt, hoor. Ja, naar, hoor. Ja, hoor. Ja. Oh, en dan moet die van de zwaluw niet meer terug voetballen, hè? Ja, ja. Dat en, moet niet verkeerd weer. En dan moet je opletten. Dan voetbalt ze door een paar jaar. Ja. En dan komt ze dan weer terug op in de zwaluw. Ja. En dan zegt Van Gaal ook altijd, dan is de cirkel weer rond. Ja, ja. Ja, dat is lekker, hè? Ja, maar bij wie, maar dan moet je dat eigenlijk zo nu. Dan ben je dat eigenlijk, recycle voetballers. Recycle, ja. Dat ja, komt zo weer terug, ja. Ja, dat klopt, ja. Maar het is weer warm voor vandaag, niet? Ja, het is niks weer, joh. Het weer verleurd met 1-0, hè. Weer met 1-0 verleurd vandaag? Ja, dat zijn 3 keer achter elkaar. Die trainers binnen zwaluwen, hè. Ik heb het gevoel dat sommigen denken dat een hazen bent. En dan snapt ze geen even ander rum, hè. Nee. Alle hazen zijn bang dat ze de kakdang niet halen. Oh. Ja, ja, hè. Heel apart. Heel apart. Maar, die supportersvereniging, hè. Dat is ook al heel waar, niet? Die precies toch jaren, niet? 50 jaar, joh. 50 jaar, en wat zijn al die 50 jaar wat niet door het, hè? Man, man, wat ben je trok geweest? Oh, wat heb ze wat niet georganiseerd? Ja, wat heb ze ook alweer georganiseerd dan? Ja, wat heb ze ook alweer bingo! Bingo, had ze. Ja, bingo! Nee, mijn nek is op, wordt helemaal geen bal aan. Vind ik zo bingo, hoor. Helemaal niks. Ja, je wint natuurlijk nooit wat, hè? Hij heeft er niks mee. Ik win altijd wel wat. Hij heeft er niks mee, man. En waarom niet, ja, maar. Dan moet ik iedere keer wat, maar weet je wat, ik moet altijd in de bek zitten. Mijn bedje er niet iedere keer mee. Ja, dat klopt, ja. En dan heb ik paar zin in het en dan zeg ik, doe me een paar zin. Ja. Ik zeg, wat zal er gebeuren dan? Hij zegt, gewoon een paar lotjes aan. Oh ja. Goh, zo ben ik. En dan wil ik van de drink aan. Ja. En dan kan dat weer niet. Nee, hij klopt. En die moet drinken, moet je toch support, nog niet? Ja, dan moet je wel support. Ja, je moet zorgen dat je meer bij de drink moet zwaluwen. Dat is. Hey. Met meer binnenkomt. Ja. Met meer binnenkomt. Ja. Hey. Hey. Ze organiseert ook nog wel van die jeugdkamp. Van die jeugdkamp, ja, dat doet ze ook wel. Hè. Ja. Ja, maar dan houden onze team houden dat ook niet, hè? Nee. Nee, wie gunt niet op zo'n kamp? Nee, als te eten is en te drinken, nee. Daar was er niet bij voor ons. Nee. Wat moesten we in die tijd? Die hadden geen vakantie. Nee. Nee, wie moesten op land? We moesten heun. 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 En die hebben oh, dat zeg ik een keer. Wat zeg je dan? Je hebt een stek. Je hebt een stek? Ja, maar goed. De politie, stek, ja, maar. Die hebben we niet. Ga dat, Oh, nou. Bruin. En... Hek nu weg. Wij zijn goed weer dan. Kan nog niet uit. Wij zijn mensen dood, ja, maar, ja, maar ik ben er niet genoeg mee in lusten. Maar in onze tijd, hè. Waar we kregen wie dan? Op de voetbal. Op de oude voetbal kregen we hoog een keer een score, niet? Maar dat was dan niet zo'n groot magnum of zo. Nee, geen magnum. Nee, zo'n heel klein lullig dingetje. Lullig? Ja, zo'n heel klein ding. Oh. Zo'n lijstkoortje. Ja. Ja. En één link, het was lullig ding voor. Ja, maar één keer voor. Ga je maar liever in de hand. Heel apart. Heel apart. Je hebt ze nu ook weer, die supportersvereniging, je mag de drogen weer. Hè? Hebben ze nu dan? Hè? En wie er niet? Nee. Die was gemaakt, hè, maar niet. Waar heb je gemaakt dan? Hè? Oh, dat doen we, ja, dat doen we nog helemaal. Maar ik wil je ook maar aan zijn, zeg. Meneer Lussen. Maar die supportersvereniging van die lotjes, dat moet ik eerst zeggen, zeg. Meneer Lussen. Heb ze, hij binnenkomt bij de BTS, hè, bij de Westerlijk. Bij de kassa, net direct achter de kassa, hij van die lotjes, hè. Dus ik kom eraan lopen, maalt hij daar knip. Ik denk, wat heb ik die knippen weer al hard? Zo, naar dat ding, hè, overal heb ik die knippen gezien. Dus heb ik die knippen net te pakken, maar heb ik dat passie gezien, hè. Ik moet eerst dat passie laten zien. Dus ik heb dat passie laten zien. Nou, en dan ben je net verder, en dat is toch een mooie dame, hè. En dan denk ik, oh, goed. Hè,
de hekken daar niet meer, hè. Maar ik ben ook wel een beetje zuinig. Beetje zuinig, dus ik bedenk altijd wat dat ik hier niks hoef te kopen. Maar goed, dan sta ik dan met die knippen nog in de handen, om dat passen terug te doen, en dan staat die dokter eraan. Ja, wilt u nootjes? Ja, dan kun je zeggen dat die knippen vergeten ben, hè. Nee, maar dat kan niet. Maar toen hebben we die knippen weer in de handen. Ja, dat werkt dus weer niet, hè. Nee, dat geeft niet. Maar ik vind ook helemaal niks, man, zo. Want dan heb je die veldverloting. Ja. En dan neemt ze in de pauze, dan neemt ze die lot op. Ja. En dan heb ik die lot niet, en dan... Oh, voor hier heb je nog wel van veel gewerkt. Oh, heen nog maar. Ja, nu is het te laat. Nu is het te laat, ja. Ja. Man, direct kan niks meer aan. Nee, dat is voor, ja. Nee. Maar nu over die dingen heb, hè, die, hoe dat, die koers daar moet er altijd om, hè. Ja. En dan moet je zo machtig goed opletten, hè. Maar dan, als je haast ook, hè, dan duurt het de tussenstand en dan duurt ook de uitslag van de loterie. Dan man, dan moet je machtig opletten. Ja. Dan heb je het op een gegeven moment over 2-0 blauw-wit, 3-0 rood-zwart. Dan denk je, heb je het nu over? Ja. Heb je het over rood-wit, die voetbalvereniging over de loodjes? Ik snap er helemaal niks meer van. Ja, nee, nee, maar. Nee. Maar ja, rood-zwart en wallen. Ja. En dan heb je het weer over 230 rozen en ja. Ik weet dat maar niet meer. Nee, maar die veldverloting, ja. Nou goed, dan heeft ook wel een leuke kant natuurlijk. Maar nou dat zie je in de kantine. Ja, daarna. En daar rood is nog gras. Oh ja, ja, dat is ook al heel mooi. Weet je dat doet? Ja. Ja, Stammie, hè. Stammie, Stammie. Ja, dat is goed. Ja, dat is maar of dat altijd eerlijk ging, dat weet ik altijd niet. Maar ik bedoel, hè, Stammie breed aan de raak. En derde van de drachtekie. Drachtekie. Nou, wat ik moet zeggen. Dat is geen zuivere koffie. Nee. Dat vroeg je toch of we hebben staan. Of er wat zuivere koffie is. Rijn. Ik bedoel ik helemaal niks meer. Oh. Ja, je ziet ook weer lachen. Nee, maar die roze, hè. Ja. Nou, dan geef je helemaal ruzie dan. Ja? Ja. Nou, in de serie razen! Ja, dat kan niet ook mooi. Ja, dat klopt. Maar je had net al over dat voetbalveld, van die sportvereniging. Heb ze nou mooi zo'n voetbal? Zo'n pannaveld heb ze dat genoemd. Pannaveld. Ken je dat niet? Panna? Panna, ja. Hé, Manna, Janna ken ik wel, maar Panna? Hé! Ah, Panna, dat is van een bal door de benen gespeeld kreeg. En dat kun je de leugen niet zien, maar als die benen van ons een beetje bekijken... Dan heb je ook een voetbal. Dan heb je ook maar een paar door de benen. Oh man. Ja. 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 Maar nu je het over benen hebt, hè? Ja. Wat dan? Zeg maar nog een mooie bak vertel. Waar joh? Ik heb hem gehoord van Jan Vrieskamp. Waar joh? Hoor, dat zal de man... Ja, hè? En de room daar dicht. Je bent door met de room. Ik kwam een priester en een nonnetje, hè? Ja. En een priester die zag een nonnetje staan en stond op de lippen naar de weg. Ja. En een priester die dacht bij zichzelf van wat is. Ja. Dat nonnetje, dan heb ik mooi even niet mee. Ja. Nou, dat nonnetje dat doet de deur, stapt in de auto. Ja. Ja, en geen zitten. Verrachtig valt hem den HB. Wie wat HB is? Jawel. Zo lang zwart gewaard. Ja. Valt hem helemaal aan de gang. Oh, goed bro. En dus stek hij toch een mooi blond been. Jawel. Jawel. Dus de pissen en dit zo. Ja, dan begrijp ik je zo. Ik zal het helemaal afdekken hoor. Zo eventjes aan de gang gevuld, weet ik. En ho, zegt een den nonnetje. Ja. Vader, denk aan Psalm 129. Ik wil ook de haren weer aan sturen, weer naar Jan. Ja, ja. Maar ja, op een gegeven moment dat HB'tje dat wel weer aan de gade. Oh, en de priester weer met de haren erin. Ja, door die zegt die zuster weer, maar vader, denk u toch aan Psalm 129? Ja. Ja, zuster, sorry, maar het vlees is zwak. Ja, ja niet meer helemaal op dat moment. Ja. Alles wat je zwak had. Nee. Daar kun je ook niks aan doen, dat komt ook vanzelf. Maar toen zegt die zuster nou, bedankt hè, en hij zet op die klooster af en hij priester nou gewoon naar zijn eigen kloostertje hè, bracht er een boom en de trap op en hij bracht er de slaapkamer in, grip de bibel bij de kop en hij zag gewoon Psalm 129 op en verdorie, je les door, gaat verder zo, gaat omhoog, tot aan het einde, daar wacht u de glorie! Ja, we hebben een met. Ik heb een vriend besteld. En hier ga ik wel. Van mijn hakbal, ik haal hem. Wie gaat om, hè? Nee. Blinkkamp. Kom maar, loop je toch snel, man. Ja, machtig in de rug, jongen. Ja, valt me nou met dat nog geen rollator naar binnen. Hoor, ik dacht, hier te hieten. Hier te jongen, hartstikke hieten. Oh, wat een vrolijk besteld, bro. Ik kan met mijn vriend besteld. Ik kan wel, ik kan wel.
bal maar groot, maar niet. Jongen, hè? Bal. Maar, ja, die hakbal is ook helemaal kiep. Oh, helemaal kiep, maar op dezelfde dag 5 jaar geleden. Wacht even. Ja, ja! Heel apart, hè? Je hebt niet gelijk. Hé, je moet er niet veel meer naar de bal maken. Oh, ja. Maar die frikandel speciaal, die ben ook hartstikke lekker. Ja. Niks snel. En hoe zeg je dat? En dan kost je jou ook. Ik zei dat toen niet aan het begin. Wat? Ze brengt dat dan niet. Ze zet die pakken niet in frituur. Nee, ja. Ja. Toen hebben ze volgende bedacht. Heb ze dat? Toen hebben ze er gewoon scharnier in gemaakt. Oh. Ja. 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 Ik weet het niet. Oh, pas op, pas op. Hé, hey, waarom niet, man? Toch ga ik hier opgeven. Ja, nee, waarom niet, man? Vraag, apport. Apport. Hij bent dat niet, hoor, man. Nee, ik niet. Oh, van oh. Oh, van oh. Allee, joh. Ja, je weet eigenlijk niet wat het is, hè? Het is een hond, maar ben een zeurtje. Ja. En die jong van weg was die loopt normaal. Ja, ja, met de trekker met dat beest. Ja. Man. Je loopt samen met de truck en je moet een beetje langer. Ja. Ga maar. Ja. Oh, wat is die dan hem? Ja, daar wordt een beetje hartstikke misselijk van, maar. Man. Hé, maar vertel eens hem, hè. Hoe is bij jou park? Hij nog een beetje last van de crisis of niet? Hij crisis? De crisis? Ja. Hij nog een beetje crisis? Nee, dat valt nog wel met. Wat dan? Hoe langer jou crisis hebt, hoe drukker jou bent. Drok? Wat dan, joh? Nou, ik zou vertellen, hè. Wie aan die is ook altijd wel tijd voor een dagreis, hè? Ja. En toen op een gegeven moment toen zei ze ook van, die kon ook met een tweedaagse reis maken. Tweedaagse? Nou, ben je gaan pekken, dan heb je gewoon met hem gesproken. Wat dan? Dan werd je noem beloofd. Ja. Dan heb je geld van de gemeente. Die gaat nu een hele lange reis. Een lange reis? Ja. Dat meen je? Hij zegt, als je zo deur geeft, ja. Dan ga je met nou naar de Filistijn. Dat meen je? Dat ben je helemaal klaar, joh. Ja, wat? Op de marktplaats bij ons, er zitten al die kelders in elkaar, schoppen, en dan heb je het allemaal over voetbal. Ja. En hij dan die kel zegt van het middenkader, zeg maar die jongens dus met zijn bal doormut, ja. Door niet hoor, maar die moet toch waar zijn. Ja. En dan, en die heeft het altijd over tennis. Ja. Nou, en dan het hogere kader, zeg maar, ja. Ja. Die wat nog echt doorgeleerd heeft, ja. Ja. Die praat allemaal over school. Over school? Dus hoe hoger in de organisatie, hoe kleiner het ballen. Ja. Ja. Niet waar, niet waar. Hé, hey, ik ga niet helemaal trappen, maar niet. De voetbal is ook niet waar. Hé, hey, Chris, neemt er wat. Hé, het is niks meer te zien. Je was voor. Hallo, die trapt hem aan. Ik heb een microfoon, dat was Hansman, hoor. Die wil een griezen worden. Ja, die kwal op, ja. Neem je een hondje op, hè, Ronnie. Wie gaat er? Live. Wie gaat er? Oh.